naar Nederland. Krijgt nu ook België een draai om de oren van de Europese Commissie. En de tik voor de Belgen is nog een stukje harder ook. De Belgische Belastingdienst heeft grote multinationals ten onrechte belastingvoordelen gegeven. Marktbederf, riep eurocommissaris Margrethe Vestager vandaag bij de mededingingsautoriteit. The scheme allowed companies to pay substantially less tax simply because they're multinationals and could benefit from alleged synergies. The scheme gave tax reductions of around 700 million euros to at least 35 mainly European companies. Belgium now has to recover the unpaid tax from the companies concerned. Ja, het geld moet terug, Matthijs. Ja. Wat hebben de Belgen nou precies verkeerd gedaan? Nou, het gaat weer om die befaamde rulings, hè, die afspraken tussen de Belastingdienst, die we in Nederland ook wel hebben, met bedrijven. En dat zijn afspraken die in principe mogen, maar soms ook niet. Ja, wat ze hebben gedaan, en dat mag, is dubbele belastingheffing voorkomen. Maar wat ze vervolgens dubbele belastingheffing hebben genoemd, dat was wel een heel breed begrip. Wat ze hebben gedaan is, je pakt een multinational, je kijkt hoeveel winst zijn dochter maakt in België. En dat vergelijk je met hoeveel een Belgisch bedrijf in dezelfde sector aan winst maakt. En dan zeg je, ja, als dan die multinational dochter meer winst maakt, dat bedrag wat er boven komt, ja, dat is eigenlijk niet zozeer doordat ze in België zitten, maar dat komt omdat ze onderdeel zijn van een multinational conglomeraat. Dus dat is eigenlijk buiten België gemaakt. Dus om dubbele belasting te voorkomen, gaan we dat vrijstellen van belasting. Het is een redenering. Het is geen handige redenering. Voor de bedrijven was het een uitstekende redenering. Die konden daarmee hun belastingplicht met 50% tot 90% drukken. Dus die wilden wel. Ja. Raar dat dat zomaar kan. Weet je wel welke bedrijven het gaat? Ja, het zijn vooral Europese bedrijven. Dat is wel opvallend. We hebben het altijd over die Amerikaanse bedrijven, over Starbucks en Amazon en Apple. Maar het gaat hier blijkbaar om Europese bedrijven. We hebben alleen de namen niet gekregen. Mm. De Belgische pers zegt dat AB InBev er zeker bij zit, hè, de grote biergigant, dat die erbij zou zitten. Maar verder weten we eigenlijk niet wie het is. Ja, maar dit mag dus niet, hè? Even voor alle duidelijkheid. Ja, wat ze gedaan hebben. Op die manier bedrijven bevoordelen, ja, want dat gebeurt er dan toch gewoon? Nou, dit is valse staatssteun eigenlijk op die manier. Want bedrijven, bijvoorbeeld nationale bedrijven in België, die niet aan die regels konden voldoen, die hadden vervolgens wel meer belasting te betalen. Daarom is het ook goed dat Europa er wat aan doet. Daarom is het ook mededinging die er wat aan doet. Die zegt, dit is oneerlijk, want ja, die multinationals hebben een voordeeltje. Ja. Ja, aan de andere kant, is er nog sprake van oneerlijke concurrentie als alle landen het doen? Want het gebeurt natuurlijk overal. Nou, dat is natuurlijk wel het markante hiervan. Alle landen doen het, maar naarmate je er meer open over bent, dan heb je er meer last van. Zal er een heel andere truc dan hier in Nederland? Nou, in Nederland doen we het weer anders. Hebben we ook rulings, zijn we op zich wat eerlijker mee bezig. Die Belgen doen het wel heel bijzonder, hoor. Die waren echt heel erg aan het leuren met deze mogelijkheden die sinds 2005 bestaan. Ze hadden een speciale website, www.rulings.be. Daar is hij. Als je daar goed ziet, daar rechts onderaan een pre-filing indienen. Een 5-stappen plan hoe je als bedrijf kunt in aanmerking kunnen komen hiervoor. En ze gingen er ook mee de boer op. Vonden een PowerPoint-presentatie van de Belastingdienst. Daarbovenaan, linksboven, only in Belgium. Uniek komt ja, exact. Nou ja, dit is natuurlijk kor op de molen voor de commissie die zegt, we moeten dat in Europa gewoon veel netter doen, want landen zijn met elkaar aan het concurreren. Ja, eerder kregen Nederland al een deal. Luxemburg volgens mij. Ja, voor Fiat. Gehad. Ja. Ze zijn er maar druk mee daar. Ja, ze zijn er druk mee, maar ik vind het een goed idee. Hè. Er zijn mensen die zeggen, waar bemoeit de Europese Commissie zich mee? Nou, hier zijn ze nou voor opgericht. Om te zorgen dat landen die eigenlijk een soort concurrentie met elkaar hebben, wie zijn eigen burger het meest kan uitkleden. Want die moet die belasting natuurlijk wel ophoesten. Als je belastingkorting geeft aan multinationals, het is veel handiger om daar een soort level playing field te krijgen. Apple, Amazon, Ierland. Hè, in Ierland liggen ook onder de loep. Nederland heeft wel bezwaar ingediend naar die duw die wij kregen vanwege Starbucks. Dus we moeten allemaal nog een beetje wennen dat de commissie erover gaat. Maar als je nou ergens Europa nodig hebt, dan wel. Dan daar wel. Oké, Matthijs, dankjewel. Zomaar.